Ja. Ik had een filmpje gemaakt. Dat is een vrij lange film geworden. Daar stond op een gegeven moment, daar sprak ik met iemand die niet op de film wil. Ja, als ze dat niet willen, moet ik dat respecteren. Er wordt niet mijn naam genoemd. Niemand weet wie dat is. Dus geen reden om de filmpje, als ik die dadelijk opzet, eraf te halen. Wat is nou de bedoeling? Het is de bedoeling. Even kijken of die dat lukt. Ze zeggen dadelijk een half uur te lullen tegen de camera, die niet lukt. Ja, rek. Yes, Uncle John! Nou, 7 uur komt Benny, mijn buurman, komt Benji even vasthouden, kan ik eventjes biologische kokosolie erop smeren. En dan zal het wel overgaan, anders moet ik een godsvrees namelijk een keer naar de dierenarts. Gelukkig kan ik betalen. Maar ik denk dat het gewoon wel overgeet. Het is er niet meer zo erg volgens mij. Daar hangen alle gootjes voor. Het is 5 uur precies. Van alles wat de herfst zo heerlijk maakt. De smaak van de herfst. Even een signaal wijzen. Dit is wat aan de hand is. Als we over 20 jaar terugkijken, weet je nog wat het signaal was. 5 uur. Op maandag 1999. Dit zijn koffieboeren Ricardo en Maria uit Peru. Ricardo krijgt $1 voor pot. Dat is nog een reclame. Hoef je er niet precies mee te hebben, maar. Dit is vol laten gaan. Best goed om te weten als jij koffie kiest. Fairtrade. Samen maken we de wereld heerlijk. Godzijdank hebben we nog een jointje. Ik heb nog geen honger, maar ik rook die joint nog niet. Daar wacht ik nog een poosje mee. Die rookt misschien wel op, dus ben ik dadelijk hier. Dus of misschien doe ik het wel niet, of misschien doe ik het ook wel. Ik weet het niet. Maar dat is geweldig dat Benny om 7 uur even komt. Want dan kan die Benji even vasthouden, want het lukt niet gewoon niet. Hey. Lup gewoon weg, ik kan hem niet vasthouden. Ik moet dan met één hand ook vasthouden aan de staart, want die staart moet opbeuren, want die dood die verder gaat. Verder wondje. Dus die staart moet opbeuren, moet vasthouden, maar dan lupt hij gewoon weg en schiet hij gewoon, met de staart tussen de hand, door de hand heen. En dan lupt hij de kamerdeur en dan moet je maken, nou, nee, dat is niks. Je moet even hulpbeelden hebben, anders. Vraag de buurvrouw wel even. Ik doe veel met de buurvrouw praten over. Ik zeg tegen de buurvrouw weer een dag te benen dat ik niet gerookt heb. Ik heb nu een jaar en 9 maanden op 3 maanden is dat. Woensdag 3 maanden is precies een jaar en 9 maanden geleden dat ik de laatste sigaret drukte. Ik heb nooit meer een Pepsi check gekocht, ik heb nooit meer Pepsi vloedjes gekocht, ik heb nooit een pakje sigaretten gekocht. Ik heb het allemaal niet gedaan. En nu zit ik gewoon water te drinken, want ik heb een beetje een droge mond van die joint. Maar niet te veel. Want mond daar natuurlijk wel, godverdomme. Nasi goreng met Barbie ketchup of zoiets kreeg ik dadelijk. Hartstikke lekker, maar ik heb nog geen honger, dus ik wacht nog even met laten. Dat is ook zoiets, hè. Dan word ik smaak eens wakker. En dan zijn ze zuur en dan denk ik,
oh, volgens mij moet ik poepen. En dan ga ik het bed uit en dan ga ik gewoon aan de machine en dan ga ik op het pot zitten en blop, dan scheet ik de hele pot vol. Maar ik wil gewoon alsjeblieft liggen. Ik smaak eens wakker, want dan moet je gewoon een keer omdraaien, want je hoeft dan niet te poepen. Poepen kun je ook nog om 1 uur, maar zoals vandaag. Poepte ik om 12:30. Nou, je poep, ik kont afgevecht, boksen aangetrokken. Ik had de hond net uitgelaten. Ik heb de boks aangetrokken, de sok aangetrokken, de schoenen aangetrokken, de trui aangetrokken. Ben ik naar de stad gefietst. Heb me eigenlijk 2 jointjes gekocht. Hier is er nog eentje. En die rook ik dus niet op. Maar de bedoeling is, kijk. Ik ben professor Dr. John Staring, Nederlandicus. Ik ben bijzonder hoogleraar, maar ik ben al vroeg, ik heb een paar jaar lesgegeven, maar ik ben al vroeg gestopt, want ik kwam in de handel, ik bleek een topverkoper te zijn. Ik heb miljoenen euro's verdiend in mijn leven. Maar ik heb het allemaal weer opgemaakt en ik heb er een prachtig leven van gehad. Ik heb veel bier gedronken, dat had ik eigenlijk niet moeten doen. Maar ik heb dat wel gedaan, maar ja, nooit doe ik het dus eigenlijk niet meer. Hè. Ik zit dan in het water. Wat is de bedoeling? Kijk, dan ga ik gewoon hoorcollege geven. Jullie zitten thuis op de bank. En je kijkt op de televisie, kijk je naar mij, ik heb er alweer 2 documentaires van TV Gelderland op staan. Die staan ook, als je op mijn YouTube kanaal komt, dan ga je op, dan ga je naar Google en dan typ je mijn naam in, John Staring, niet Arnhem, erbij, dat hoeft niet, gewoon John Staring, enter, en dan pak je de bovenste. Of de tweede kan soms ook wel eens zijn. Maar in ieder geval, waar staat John Staring streepje YouTube, daar klik je op. Dan kom je op mijn homepage. Daarnaast staat video's. Daar klik je op. Dan krijg je alle 250 filmpjes die ik gemaakt heb. Van mezelf, voor mezelf. Met andere mensen erop. Hartstikke vermakelijke filmpjes, echt gemaakt door een professor dokter. En ik ga trouwens weer een nieuwe studie volgen. Ik ga de astronomie in. Ik ga daar eens kijken wat ik daarvoor kan betekenen. Ik ga eens eventjes andere planeten zoeken waar we naartoe kunnen vliegen. Want we worden steeds beter, straks kunnen we wel met de snelheid van het licht vliegen. Want stel nou voor, kijk, straks is dat gewoon. Want dan weten we hoe we dat moeten doen. Maar het kan wel. Het is net zo goed als 100 jaar geleden, ja, had je nooit voor zo lang als zijn leven gedacht dat er ooit iemand op de maan zou rondlopen. Dat kwam helemaal niet in je op. Want daar kan je toch niet komen. Hoe moet je naartoe? Op de trap? Hoog springen? Nee, dat kon niet. Maar we hebben het wel gelopen, verschillende keren. Er staan apparaten van de Amerikanen die staan op de maan. En vlaggen staan op de maan van Amerika. Het was 100 jaar geleden, was dat ondenkbaar. En in 1700 was het ook ondenkbaar dat er ooit een auto zou rondrijden. Miljoenen. De ene nog mooier dan de andere. Wat ik ook wel eens zie, regelmatig,
ik woon vlak bij de burgemeester Matsensingel. In een woonwijk, ik heb hier geen verkeer voor, geen verkeer achter, geen verkeer links, geen verkeer rechts. Niks. Als ik hier de radio uit heb, dan is het hier muis en muis stil. Luister maar, je hoort alleen de klok tikken. Sander op ja, wat een week voor hem. Donderdag gaat zijn nieuwe show imponeren. Ja, de Volkswagen tipt al. Radioprogramma Koen en Sander, hartstikke interessant. Die kan zelf bellen. De cabaretiers van het decennium. Ga maar met Sander. Maar we hebben natuurlijk allemaal van de toast in de Koen en Sander show. Maar die menig beroepsgroep op een leuke manier. Kijk, misschien kan ik dat samen doen met Koen en Sander. Sowieso kunnen. Want ik ben hartstikke bekend. Ik kan mijn programma groot maken. Ja. Onderhandel, ik heb spierballen hier en hier. Ik heb ook wel los gestoken, maar ik heb er niks van genegen. Ik ben zo'n gezonde fles. Ik slik pillen in mijn hart. Ik slik bloedpillen. Ik slik cholesterol. Ik ga de zorg overheen. Even twee keer tosti met ham en kaas en spek. En lekkere honingworst of zo is er overheen. Tosti. En twee keer krijg je omelet. Met kaas en ham en spek. Even de zoot. En ook twee boterhammen, twee kanten. Ik heb een nieuwe wasmachine.
Ik heb... Je hebt ook volop kijkje nog. Dan komen jullie als met meerdere cabaretiers ook samen, om dan gewoon... Kijk, ik zou dat mooi allemaal kunnen vertellen bij een samba in de school. Ja, ik ben met dan moet je ze van de gemeente bij mij 7 auto geven. En dan rijd ik gewoon naar Hilversum. En dan ga ik gewoon in de samba, dan ga ik dus even bijzitten. Dan ga ik jullie eens vertellen hoe jullie uit de armoede kunnen komen. Iedereen heeft armoede, maar jullie doen allemaal niet zo goed. En dan ga ik jullie leren, hoe je moet leven, wat je kunt krijgen. Want dus, je krijgt alles, maar je weet het niet. Sukko. Hij heeft zo'n nummer. Nou ja, in ieder geval. Dus ik doe dat heel Nederland, heel België, dat ik kijk. En dan ga ik afspraken maken. En YouTube zeggen, jongens, ja, ik heb hier 20 miljoen abonnees. Wat kan ik verdienen aan reclame? En ik ga hem blijven toe. En ik zeg, jongens, ik gebruik jullie product. Het is goed product. Het is lekker. Het is goedkoop. Wat vind je ervan als ik daar reclame voor ga maken? Ik vind het niet een kijkers. Het kost je dan wel een tonnetje. Maar dan heb je ook een... En hoe je dat opbouwt met de jaren. Het kost je 5 ton. Bijvoorbeeld bij optreden, bij de optreden comedian, dat is heel erg. En voor die 5 ton, zullen we dat weg. Ja, dan was ik gewoon weer... Gewoon 20 miljoen kijkers, dat is dat voor. Ja, wat betekent dat? Ben ik dan nu de andere gast? Dit is wel een schijntje, ik zou eigenlijk een miljoen van je vragen. Maar we praten later. Mooi is dit, Lenny, anderhalf jaar stilte, corona stilte, aangegeven om je typetjes aan te schermen. Maar Albert perfect bedrijf. Albert ik snel. Als mijn vriendin dat hoort, dan weet je hoe laat het is, laat ik zo zeggen. Zit hier Colonel Klein, dat is 4 minuten dood. Eigenlijk bij de Rome, Albert Heen. Moet je man te pakken, maar ik pak nooit te pakken. Ik pak altijd een tas. Herman van Veen. De laatste keer was het toen, moest ik 4 flessen spa rood hebben. Moest ik 4 flessen spa rood hebben. En 2 flessen KV7-tang moest ik hebben. En ik moest yoghurt hebben. En ik moest havermoutpap hebben. De laatste keer was er geen havermoutpap. Daar heb ik griesmeelpap meegenomen. Dat is ook wel eens een keer lekker. Even, anders, ik denk dat het vaker doet. De griesmeelpap is ook hartstikke lekker. Ook bij Albert Heijn. Maar ja, ik doe ook heel veel boodschappen bij de Aldi. Hè. Bij de Aldi ga ik op vrijdag of op zaterdagmorgen ga ik 3 dubbele sandwiches kopen. 1-1-2 bacon egg met ham. Dat zijn 2 sandwiches. Er zitten 2 van in een pak. En dan koop ik er 3 van. 1 voor de zaterdag, 1 voor de zondag en 1 voor de maandag. Vandaag heb ik dus om 12 uur heb ik 2 sandwiches gegeten. Dat was hartstikke lekker. Hé, hey, wat is mijn horloge? Ik weet nog wat. Oh god. Ik schrik me wild al. Ik denk altijd dat ik mijn horloge had ik niet echt. Ik niet meer voor. Benji trok flink aan de riem, want hij wil van alles bekijken en besnuffelen en bezeiken. Het is 5:15.
Maar ik heb nog geen honger, dus ik eet nog niet. Maar het is in ieder geval wel lekker wat krijg. Weet je wat ik doe? Ik ga deze twee films erop zetten en dan kijken we wel wat van blieft. In ieder geval, voor diegenen die zich herkennen, laat ik het maar even voor zeggen. Voor diegenen die zich herkennen, geloof me, niemand weet wie jij bent. Al zeg ik jouw naam, al kom je in beeld, al ben je aan de telefoon, niemand gaat jou lastig vallen of zoiets dergelijks. En dat is echt geen schande, want je bent een mooi mens. Er zijn mensen die ik nu niet durf te noemen, omdat ik dan bang ben dat ze zeggen, haal die film eraf, want dat doen ze. Oh, verschrikkelijk is dat. Ik word aan alle kanten tegengewerkt. Maar dat verandert allemaal wel. Als ik straks maar groot ben. Dan zullen we eens even kijken of dat we het tegen professor Dr. Richard Staring, bijzonder hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Criminologie in Rotterdam. En ik, professor Dr. John Staring, bijzonder hoogleraar van het leven. Ja. Langs afgefilmd, steen een hoop op. Word even abonnee. Rechtsonder zit de knop. Abonneren, daar klik je op. Dat kost niks. Het enige wat er gebeurd is, als ik er een nieuwe film op zet, dan krijg jij een appje. Dan kun jij zien, hey, er staat een nieuwe film op. En als je dat dan wilt, als je net toevallig in de gelegenheid bent en je wilt kijken wat het is, kun je er meteen op klikken en dan kun je het meteen zien. En niemand weet dat je dat kijkt. En het is altijd leuk en het is altijd interessant. En dan ga jullie nog eens een heleboel dingen leren. Zodat jullie allemaal een leven hebben met een nieuwe televisie. Een uitgebreide soundinstallatie. Een goede televisieontvanger. Ziggo. Een goede computer. Een groot scherm. Een grote koelkast. Een nieuwe magnetron, een nieuwe wasmachine, een nieuwe fiets, een nieuwe bank. Ik was er allemaal bank heen gezakt. Ik ging erop staan om de bovenkant van die kast schoon te maken. Zakte ik door de bank heen. Nou ja, ik neem een bank moeten kopen. €100. Bij Kringloopcentrum. Aan de Westervoortse dijk 120. Vlak bij de brug. Als ze dat nog bezig hadden, we hebben de Westervoortse brug. Een dijk afgereden, Toon en ik. We konden hem niet vinden. En toen stelde Toon daarin. Toon mag ik wel noemen. Toon is ook al zo. Toon staat ook op mijn YouTube-kanaal. Een van de filmpjes heet Toon van Zadelhof. Dan tik je gewoon bij zoekbalk Zadelhof. En dan zie je zijn vader en dan zie je hemzelf. Zijn vader is inmiddels dood. Maar die hebben toen gefilmd toen hij nog leefde. Mensen, ik vind het zat. We kunnen een filmpje genoeg maken. Ik ga jullie gewoon. Dat beloof ik. Ik ga jullie leren hoe je moet leven. En dat doet professor Dr. John T. Staring. In hoogst eigen persoon. We gaan er een groot feest van maken. En 20 miljoen mensen gaan kijken. Yes, Uncle John!